De leiding van de Sint-Carolus School heeft gisteren haar voedingsbeleid besproken met de ouders van de leerlingen. Het doel was om de ouders bewust te maken van het nuttigen van goede voeding. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst zijn de verschillende ideeën van de school gepresenteerd. Volgens Rosita Fungaloy Tamsiran, schoolleider van de Sint-Carolus School, is gezonde voeding belangrijk voor de kinderen. Zeker wel. In augustus hadden wij al een infodag over een gezonde levensstijl. En dit is eigenlijk het staartje van, of die van 8 augustus was het voorproefje. En nu is het het staartje van, want die kinderen hebben dan van verschillende organisaties. We hadden toen 4 organisaties uitgenodigd om die kinderen bewust te maken van een gezonde levensstijl. En dan nu werken we verder met de ouders. En ik zie de opkomst is wel redelijk. Bent u wel tevreden? Ik ben tot nu toe zeker tevreden met de opkomst. Ik heb gemerkt dat de ouders nu echt bewust zijn geworden dat ze contact moeten hebben met de school. En dat de school niet alleen is om rekenen, talen en zo te leren, maar van alles. We proberen van allerlei kanten de kinderen bewust te maken. We zijn opvoeders. Fungaloy Tamsiran wil dit project uitbreiden. Ze heeft graag dat andere scholen dit voorbeeld overnemen. Ik sta open voor mijn ideeën door te geven aan hun hoe dit alles in tot stand is gekomen. En er is een ouder die me heeft bijgestaan. U weet, ik kan niet alles zelf doen. Een ouder heeft me bijgestaan, mevrouw Beryl Brug. En zij staat er ook open voor om gratis pro deo dit initiatief van ons ook over te dragen aan andere mensen, andere schoolleiders die het willen doen. Rosita Fungaloy Tamsiran van de Sint-Carolus School. Zij heeft samen met de overige leerkrachten het voedingsbeleid van de school gepresenteerd aan de ouders van de leerlingen.